Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video van mij hier op het Shotrex. De enige echte natuurlijk. Nou, vandaag GTA 5. GTA 5, het bekende spel natuurlijk. Volgend jaar als goed is GTA 6. En ik zat ineens te denken van... Ja, wat zal ik eens doen? Zal ik eens een keer een video maken over het verschil tussen GTA 5 online... En 5M. Want er zijn een hele hoop don'ts, goede dingen en slechte dingen, don'ts en not don'ts in GTA 5 roleplay of 5M. Nou, ik ben hier ter hoogte van het Blokkenpark. Hier heb je dus een gebouwtje. Dat heet Ground. Heet dat. CMP. Nou, in het spel... in de server eigenlijk van 5M kan je dus deze gebouwen allemaal aanpassen. Bij GMP Ground is het dus, bij mij is dat dus in de server, want ik heb weer een nieuwe server gemaakt. Is dit gebouw is de Shisha Bar. Dat gebouw wat je dus op de hoek zag, wat ik net liet zien. Nou, dit is dus de Shisha Lounge. Hookah Lounge heet het. Oh, ik heb zelfs... Ja, ik heb een gooidol op mijn motor. Dat heb ik nog nooit in het echt gezien, maar goed. Nou, dit is de Hookah Bar. Je ziet het. Oh, ik ga gewoon door de deur heen. Maakt niet uit. Ja, sommigen doen het wel, sommigen doen het niet. Maar gebouwen dus waar je normaal niet in kan, daar kan je dus nu wel in. Dat is eigenlijk het hele mooie van... Van dit. Je kan zelfs achter de bar staan. Je kan nog net geen biertje tappen. Dat kan nog net niet. Dat is wel jammer. Maar voor roleplay is dit natuurlijk ideaal. Want dan kan je natuurlijk hero scènes opnemen. Als je een roleplay neerzet. Dat is wel ontzettend leuk is dat. Nou, we gaan weer even door de deur heen. Normaal gaat de deur... Oh, nou gaat de deur wel ineens open. Kijk, als ik dit doe, ga ik gewoon door de raam heen. Maar ik kan wel, als ik de deur... wat doe ik nou allemaal weer? Dan zit ik weer vast. Hiero. Huppakee. Nou, dan gaan we naar Blokkenpark, jongens. En schrik niet, Blokkenpark is Blokkenpark niet meer. Dan komen we dus uit bij het Blokkenpark. Nou, het Blokkenpark in GTA ziet er dus zo uit. Nou, je hebt dus hier de Bean Machine, de Spines Bookshop en de Frisa. Nou, bij mij is dat dus de HEMA. En deze banken heb ik allemaal gewoon ING en ben ik voor allemaal alle Nederlandse bekende GTA dingen gemaakt allemaal. Kijk eens, dit is mijn Blokkenpark. Alle blokken zijn weg. En hier heb je dus een winkeltje. Deagon Square Shopping Mall. Je hebt gewoon een kledingzaak en een winkeltje waar je boodschappen kan doen. En het is allemaal water dit, jongens. Kijk eens, allemaal water. Fonteinen. Dat denk ik alleen niet meer dat ik eruit kom. Kijk ook weer. Ja, nou heb ik dus... Ik weet niet meer hoe ik hieruit kom, want... Hier hebben we dus die paaltjes. Hé, waarom zijn die paaltjes nou niet... Als het goed is, gingen die paaltjes ook automatisch weer dicht. Hé. Op een hele rare manier zijn ineens die paaltjes weg. Hier stonden normaal paaltjes in en die gingen ook echt omhoog en omlaag. Oh, kijk, zie je? Daar zijn de paaltjes.
Nou, hier waren we er net dus ook. In GTA Online. En hier kon je dus niet in. Nou, hier kon je dus wel in. En je rijdt even een stukje naar beneden. En je hebt gewoon echt ruim... 38 parkeerplaatsen. Nee, meer zelfs. Je hebt er zelfs 44. 44 parkeerplaatsen. Maar goed, in ieder geval... we gaan even kijken. Nou, de ING. De vliesbank, is dat normaal? Nou, nu hebben ze ING ervan gemaakt. Allemaal echt leuk is dat. Ook als je die... voor mij kan je hier niet... Ja, hier kan je wel doen. Nou, dit moet nog veranderd worden. Maar hier kan je dus ook allemaal ING van maken en zo. Dat is wel heel grappig. En, nou, de HEMA, maar daar kan je dus niet in. In de HEMA kan je dus niet in. We gaan even uitspannen, om dan weer gelijk een auto van die arme NPC's te jatten. Dat is ook wel weer zoiets, hè. Dus laten we maar even een autootje inspannen. nou, laten we de bleed maar even nemen. Kan mij het schelen. Moet ik wel even goed omdoen. Ik kan ook toeteren. Nou, dan hebben we hier de complete ingerichte McDonald's. McDonald's, jongens. Ja, ja. We gaan eventjes uitstappen. En hier zou je dus ook een hele leuke roleplay in dat gebouw kunnen doen. Hij is gewoon echt helemaal compleet ingericht. Stoeltjes. Er liggen zelfs hamburgers en drinken liggen er op tafel. Je kan net doen of dat je... dat je werkt bij McDonald's. Kan je doen, want je kan... ja, je hebt gewoon een hele complete ingerichte keuken heb je. Dus ja, je kan eigenlijk alles. Kan je ideaal voor roleplay. Je kan hier zelfs naar de wc toe. Die hebben ze zelfs ingericht. Als het goed is. Nee, die hebben ze niet ingericht. Sommigen doen het wel en sommigen doen het niet. Dat is altijd in GTA. In 5M. Het ligt er ook precies aan wat ze gemaakt hebben. Maar je kan in ieder geval dus hele leuke dingen hiermee doen. Achter de schermen pannetjes hebben ze gemaakt. Is echt ontzettend leuk. Je ziet ook dat als ik dit doe. Zie je dat ineens... kijk, dan gaat het beeld een klein beetje, gaat een beetje trippen. We hebben daar een dakloze man, dat kan ook. Maar dit is dus Blokkenpark, jongens. En je hebt dus, in GTA heb je dus ook heel veel gebouwen waar je dus niet in kan. Met 5M is dat anders. Ja, je moet ervoor betalen voor gebouwen die je dan in je server kan zetten. Maar in GTA 5M heb je dus veel meer gebouwen waar je in kan in plaats van Hero in dit spel. Dit spel is nogal beperkt. GTA Online is gewoon beperkt. Wat ik jullie wil laten zien, dat is de pier. Ik kan eventjes de pier laten zien. Daar is een gebouw. En zo zijn er nog veel meer gebouwen zijn er in GTA 5. Waar je dus niet online in kan, maar met een 5M server kan je dat natuurlijk wel. Je hebt ook natuurlijk Nederlandse politie, Nederlandse brandweer, Nederlandse ambulance. Dat is gewoon allemaal Nederlands allemaal. Een auto kopen doe je, nu ik het dus zo online speel, gewoon in een gewone normale server op GTA 5 online. Heb je dus dat je dus een auto koopt via je telefoontje. Nou, in GTA 5M heb je dus, hoe heet dat? Dan moet je echt naar een winkel gaan om in te gaan. Nou, jullie zien het hier ook. We zijn nu bij Pulse, bij Pulse. En bij Pulse kan je dus niet inkomen.
Dat gebouw is helemaal afgesloten. Je kan er nergens heen. Hierboven kan je ook niet kijken. Nou, in GTA, op een 5M server, kan je dus een mod gebruiken of een bestandje gebruiken. En dan wordt ook het gebouw, wordt dan, ja, het is niet gratis, maar als je een beetje slim bent, ik ga niks promoten, maar als je een beetje slim bent, kan je het ook gratis vinden. Net zoals Hero, we lopen nu naar de achterkant, ja, hier heb ik dus een deur. Oh, daar loop ik even hier op. Hier, zie je, je kan er niet in. Dan gaan we nog hier naar boven. Gaan we hier naar boven. Je kan het gebouw dus niet in. Nou, met GTA Online gaat dat een stuk makkelijker. Of met 5M gaat dat een stuk makkelijker. Daar hebben we ook een heel makkelijk trickje voor. Dat kan dus ook, dat is ook heel makkelijk als je server-eigenaar bent. Dan doe je gewoon dit. Zo. Je gaat zo naartoe. Je drukt er even op het menu. En dan ga ik naar Misk. En dan kan ik even heel makkelijk teleporten daar naartoe. Kijk, en ik sta er al gelijk voor de deur. Peurs! Nou, Peurs in GTA 5 roleplay. Nou, jullie hadden het gezien in het vorige fragment. Je kon er niet in. Je kon er niet in. Alles was gewoon helemaal afgesloten. Nou, dit is gewoon helemaal compleet ingericht. Stoeltjes, een bar. Je kan zelfs achter de bar gaan staan. WC's heb je. Hier heb je nog zo'n balding en een computergame. Kijk, deze wc doet het toevallig wel. Dan kan je gewoon even naar de wc toe. Kan je net doen of dat je naar de wc gaat. Zelfs nog compleet met een wc ding om schoon te maken ook. Echt heel bizar. En ja, dit is dus GTA roleplay, jongens. Kijk eens hoe mooi. Hoe gedetailleerd. Al die bankies, die stoelen. Tafeltjes. Echt een restaurant waar je lekker kan eten. Nou, boven kon je dus ook niet heen. Heb ik laten zien. Nou, we gaan nu naar boven toe. Oh, dan moet ik niet te hard rennen, want anders dan ren ik het water in. Want ik spring ontzettend ver. Spring ik. Oep, ga ik dat rennen? Ja, zeg, ik ga dat nog rennen ook. Nou, boven kon je dus ook niet in. Hoppakee, kijk eens. Kijk eens hoe mooi. Een bed. Of zo'n hooptreden. Of zo'n lopen ding is dat. Nee, geen hooptreden. Hooptreden is een fiets, maar dat je kan hardlopen. En ja, mooi man. Echt heel erg mooi office. Officegebouw. Waarom kan ik hier niet rechtdoor? Hallo, ik wil rechtdoor. Juist. Hoppakee. En een discotheek, de Puls, een nightclub. Nou, fantastisch toch? Echt ontzettend mooi. En kan je dus zien wat alle voordelen zijn van, ja, van GTA roleplay. Kijk eens, DJ-setje met draaitafel en allemaal van die mengpanelen en zo. Fantastisch. Ja, dat is dus echt het voordeel van GTA in roleplay-modus. Je eigen server, dat kan je dus allemaal zelf maken, hè. Je moet natuurlijk wel de bestanden hebben om dat te kunnen doen. Maar, ja, ik moet eerlijk zijn. Ik ben... Oh, wacht even, ik ben benieuwd. Zo. Ik moet eerlijk zijn. Ik ben echt geen programmeur. Hè. Ik ben echt geen... Ik weet best wel veel van computers. Maar ik ben geen computergenie. Die alles zomaar weet en doet en zo. Dus ik ben echt geen computerdeskundige. Maar het is gewoon heel makkelijk om die files te vinden. En gratis. En op internet zijn er heel veel tutorials hoe je dit in het spel dan kan zetten. In je server kan zetten.
is het spel gewoon stabieler. Kan je veel makkelijker spelen zonder dat je rare klitsen tegenkomt. Af en toe heb je wel eens een klits, maar niet zo erg als in 5M. Nou, hier hebben we weer de Lucky Plukker. Daar zijn we net ook langs gereden. We gaan eventjes naar het in aanbouw zijnde gebouw. Ook eigenlijk belachelijk van GTA 5 dat ze dat nog steeds niet een keer aangepast hebben. Het gebouw is volgens mij al ruim 15 jaar in aanbouw. Maar ja, het is nog steeds niet af. Nou, hier heb je een hele grote toren. Die huizen kan je kopen. In GTA is dat de arbeidsmarkt. Daar kan je dus een baan zoeken in het spel. Wat je nog meer hebt. Dat is dus dit, hè. Dan wou ik hier even naartoe gaan. Het valt me echt mee dat ik in GTA online niet zo gauw doodgeschoten word. In 5M heb je dat, of in op de PlayStation heb je heel gauw dat je doodgeschoten wordt in de server. Maar hier valt het nog allemaal reuze mee. Ik ben nog geen één keer doodgeschoten. Ik moet het niet te hard zeggen. Nou, ja, de motorshop. Premier Deluxe Motorshop. Nou, een gewone winkel waar je dus auto's hebt staan. Volgens mij kan je niet... Nee, je kan er niet in. Volgens mij. Maar dit is dus in GTA 5M. Is dit dus... Ja, 9 van de 10 keer is dit gebouw heel anders. Hebben ze dit gebouw mooi gemaakt. En 9 van de 10 keer in een 5M server heb je Hero, heb je de autoshop. Oh, kijk, zie je, dan krijg je weer een computercrash, krijg je weer. Dat heb je dus ook wel eens in het spel, dat ineens je spel crasht. Error GTA. Nou, dat is dus een van de dingen wat dus niet leuk is aan GTA. Zo, nou, dit is mijn server. Hier staat het bestand op. Dit kan je dus downloaden op de service site. Kan je dit starten en dan moet je deze opstarten en dan doet hij een soort minuutje en dan kan je de server instellen. Deze moet je ook altijd gebruiken als je de server opstart. Dan heb ik deze XAMPP control. Dat is eigenlijk voor de, voor de MySQL om dat goed te laten starten. Nou, dan gaan we kijken naar mijn server. Hoe is mijn server ingedeeld? De TX data. Dan gaan we naar ASX Legend Base. En dan bij dit bestand. Dat is die server CFG. Daar staat dus alles. Alle mapjes dus in. Met starten voor. En dan start hij dus alles op. Hoe ziet zo'n map eruit? Zo'n map ziet eruit. Door dit. Resource. En dan staan hier zeg maar de mappen. Ik zal bijvoorbeeld de auto's laten zien. Dat ziet er zo dus uit. Een fxmanifest.lua. En daarboven een streammapje. Hier zet je alle bestanden die je dus gedownload hebt. Om een auto te veranderen. Een gebouw te veranderen. Dat zet je allemaal hier in de streammap neer. En een fxmanifest.lua bestand. Zo is dat eigenlijk opgedeeld en ik heb het dan, zo heb ik het allemaal ingevuld. Bijvoorbeeld, even kijken, moet ik heel even zoeken bijvoorbeeld, laten we eventjes de dinges kiezen. even kijken hoor, hoe heet het dat ook alweer? De Dom Pearls bijvoorbeeld. Dat is dat restaurant is dat. Kijk, dat staat dus zo ingedeeld. Dit zijn twee mappen. Dom Pearls en Dom Pearls 2. Dom Pearls en dan staat hier resource per Lua bestand en de streammap. En dan zitten in de streammap zitten dus alle bestanden die je nodig hebt. Zodat je van het gebouw Dom Pearls kan maken. Dat het bestaand gebouw dat alleen de buitenkant staat naar het bestand binnen. En zo verander je dat eigenlijk allemaal. En dat, zo zit eigenlijk hier is de brandweerkazerne.
Nou, hier zitten dan nog wat bestandjes. Sommige dingen kan je niet veranderen in het spel. Sommige dingen kan je wel veranderen. Nou, kijk, zo ziet het gebouw eruit. Zo ziet dus de hele kazerne eruit. Inclusief de binnenkant. En ja, hier kan je dus niet echt wat aan veranderen, volgens mij. Nee, hier kan je echt niet echt heel veel dingen aan veranderen. Sommige dingen kan je wel veranderen. Er zitten ook bestanden bij waar de tekstvels in zitten. En daar zou je dan nog wat dingen aan kunnen veranderen. Dan moet ik even naar Hoeka gaan. De Sisa Lounge bijvoorbeeld. Moet ik niet deze hebben volgens mij. Ik dacht het wel. Ik weet het niet zeker. Nou, dit is het bestand. Moet ik kijken. Dit is het hele gebouw. Is dit zonder interieur nog. Maar dit is dus de buitenkant. En je hebt dus hier ook bestanden, zeg maar. Dan kan je dingen veranderen. En dan kan je replace en zo. Maar dat is ja, niet echt heel erg belangrijk. Ja, of je moet het gebouw een eigen naampje willen geven. Ja, bij sommigen kan het, bij sommigen niet. Maar dit was eigenlijk een beetje de uitleg van 5M. Nou, dit was de uitleg over GTA Roleplay en GTA Online. Wat is nou het verschil? Wat is nou het hele andere aan GTA Roleplay? Nou, ik hoop dat ik dat een beetje zo uitgelegd heb. Ik heb een beetje uit kunnen leggen hoe de server in elkaar zit. Ja, wat zijn er wel eens en wat zijn er niet? Dus ja, GTA Roleplay, dat crasht heel erg snel. Je hebt natuurlijk heel snel dat je spel crasht. Nou, dat heb je gezien. Ik wou nog meer dingen laten zien dat je ook heel erg snel door de map heen glitst en gebouwen niet goed laden op een gegeven moment. Dat heb ook met instellingen te maken. Maar ik heb wel eens een server gehad, gekocht toen. En daar hadden wij, Joost en ik, toen hetzelfde probleem mee. En ja, dan ga je naar de developer en zeg tegen de developer van joh, hoe zit dat precies? Kan je me helpen om dat ongedaan te maken? Ja, is ons pakje al niet. Maar wel het geld vragen. Nou, daar, die server zijn we ook meteen snel geliefd. Dat hebben we maar een maandje gehad. En toen zijn we gelijk weggegaan bij die server-eigenaar. Want ja, als jij server-eigenaar bent en je biedt 5M als product aan, dan moet je ook wel een beetje kunnen helpen. Mensen kunnen helpen als ze problemen hebben met hun spel. En ja, dat was in ieder geval niet goed. De dons zijn dus dat GTA Roleplay heel erg instabiel is. GTA Online daarentegen is de map gewoon helemaal perfect. Komt nooit echt hele gekke dingen tegen dat een spel crasht of zo. Dat kan wel eens gebeuren, maar dat heb je minder gauw dan met 5M. Het voordeel van 5M is dat het natuurlijk veel mooier is dan ja, het is natuurlijk veel mooier dan GTA Online. Omdat je auto's kan inpassen. Ik heb nu gebouwen laten zien. Ik heb ook Nederlandse brandweer, ambulance, politie, alles. Ja, dat is gewoon veel mooier. Dus dat was even een beetje de uitleg. Wat is het verschil tussen GTA Roleplay en GTA Online? Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende video maar weer. Of vlog of livestream. Want jullie weten het, op de PlayStation ben ik ook weer actief. En we zijn weer gewoon lekker aan het streamen op de PlayStation. Dus bijna elke avond is het raak. Is er weer een leuke livestream. Jongens, bedankt allemaal voor het kijken. En tot de volgende. Bye bye. Hoi.